Het Taskforce-instituut binnen de valutawet wordt ingetrokken. Dat zei minister Armand Achijbersingh van Financiën en Planning gisteren in DNA. Bij de behandeling van de ontwerpwet houden de goedkeuring van de wijziging van de wet toezicht geldtransactiekantoren. De taskforce zou autoriteiten in de gelegenheid stellen om invallen te plegen bij bedrijven en in woningen. De bewindsman zei dat de regering wil voorkomen dat er een angstgevoel bij de bevolking ontstaat. Dat wij te maken hebben met een taskforce, of zo u het wil noemen, waarbij bij tij en ontij invallen gepleegd kunnen worden en mensen aangesproken of aangehouden zelfs kunnen worden. Voorzitter, het gaat hier om het aanpakken van de illegaliteit in de valutatransacties. Maar we hebben de opvattingen ter harte genomen, voorzitter. En we hebben besloten om het instituut van de taskforce zoals die ingediend is, om die in te trekken. Enkele parlementariërs hebben erop gewezen dat de wetswijziging niet alleen zorgt voor een angstgevoel, maar ook voor uitholling van de Centrale Bank van Suriname. Achijbersingh zei dat de bedoeling van de taskforce was om illegaliteit van valutatransacties te voorkomen. Er wordt echter wel geluisterd naar de zorgpunten van de bevolking. De enige doelstelling van deze wetswijzigingen is juist om rust en stabiliteit te creëren, voorzitter. Dus wij luisteren, maar rust en stabiliteit houdt ook in het aanpakken van illegaliteit. En dat is waar het om te doen is. Minister Armand Achijbersingh gisteren in de Nationale Assemblée.